Aangezien zijn moeder in het ziekenhuis ligt en niet lang te leven heeft, was haar enige wens om haar zoon te zien slagen op school. Maar helaas kon ze er niet bij zijn. Daarom besloot ze de diploma-uitreiking te doen in het ziekenhuis. Samen met alle leraren en iedereen die toekeek. Nadat hij zijn diploma kreeg, was ze zo enorm blij en brak ze uit in tranen. Wetende dat haar laatste wens uit is gekomen.